Dag Karel. Ik ben bijzonder content om u vandaag te zien. Het is veel te lang geleden. Inderdaad, het is te lang geleden. Heel blij dat ik hier mag komen, denk u. Nu ondertussen, de vakantie en de coronatijd heeft mij ook toegelaten om onze organisatie toch nog wat beter te leren kennen dan dat ik dacht dat ik ze kende. En wat ik begin te merken is dat de functie van voorzitter toch nog wel iets meer inhoudt dan wat zichtbaar was. Dat is leuk om te doen en dat is een eer om te mogen doen, zo wil ik dat toch altijd ervaren. Dus heel veel succes, het gaat u trouwens goed gaan, ben ik zeker. Dank je. Onze overgang hadden wij allebei wat anders gepland, denk ik. Dat is waar. En dat is heel spijtig. Maar vooral voor u, vind ik, en voor u niet zo. Want de oud-voorzitter zal wel zijn verdiensten en heeft zich daarvoor ingezet. Wat ik ook met haar best vermogen heb gedaan. Maar het is vooral belangrijk dat de nieuwe voorzitter in één keer gekend is en een goed startplatform heeft. Ja, Karel, het zijn 6 heel speciale maanden geweest. Niet alleen voor onze bedrijven, voor onze medewerkers, maar even goed voor Unizo. Ja, absoluut. Hè. Dat was ook voor Unizo best wel pittig. Die lockdown werd afgekondigd. Mensen zijn eigenlijk spontaan allemaal thuis beginnen werken. En dan hadden we 200 kantoren bijna in heel Vlaanderen. Wat dat fantastisch was, want wij hebben enorm veel mensen online bijgestaan. En die piek zien wij enorm in de aanvragen van mensen die het noorden kwijt waren. Terecht, hè. Ondernemers die niet meer goed wisten wat mag niet. En dan moet u relevantie bewijzen als organisatie. En ik weet dat Unizo, dankzij al zijn medewerkers, dat op een fantastische manier heeft gedaan. Want de overheid zegt lockdown, maar wat dat juist betekende, wat dat juist inhield voor iemand concreet met een probleem, was niet altijd zo duidelijk. Ik denk dat wat ook heel belangrijk is, Karel, met een startevent dat niet kan doorgaan, dat wij toch in onze traditie blijven om de prioriteiten en onze speerpunten naar voren te schuiven aan de start van een nieuw werkjaar. En wellicht ook aan de start van een nieuwe regeringsvorming. Dus een nog belangrijker opdracht dit jaar. Beste mensen, ik sluit graag af. Hou het veilig en zoals Danny altijd zegt, beste ondernemers, u staat er niet alleen voor.